Tessa snuip snot van de beste bot. Hey, de maar die snoren snut. Wat wist er nou weer uit? Professor Snoot had het drok. Hij helt een grutte kast leeg. De kast maar zijn uitvindersboeken. Het zwit steert hem op een knieën snut. Maar hij is haast klaar. Dit nog eventjes, hè? Alleen de bobberste planken maat nog. De professor gaat op het jennesteen. Nee. Hij kan er net bij. Het wil niet. Nee, het wil niet. Oh, wat vervelend is dat nou. Hoe kom ik nou bij de bobberste planken? Eens even praktiseren. Wachtje, ik weet al wat. De professor neemt een krukje en zet dat voor de kast. Dat liep het aardig beter. Ja. Hij klimt op het krukje. Maar wat is dat nou? De kast is nog te heeg. De professor wordt zo lelijk als een spin. Hij wipt van het krukje af en zucht naar een tafeltje. Wacht eens even. Deze keer dan komt het wel klaar. Ja. Hij zet het tafeltje voor de kast. En op het tafeltje komt de kruk. Het liek het wel een toer. Een twerken, ja. De professor klimt op het tafeltje. En dan op het krukje. Een krukje. Benauwd zucht de professor naar de vlier. Hoe heen? Zo nou eens om je heen, hè? Wat steert er heeg? Hij wordt een beetje draaierig. Kalm hoor, professor. En de maas niet bang wezen, jong. Zo ken ik mooi bij de heegste planken en bij de uitvindingsboeken. Go, pas op. Het tafeltje dat wiebelt een beetje. De professor neemt een boek van de planken. En nog een. Nou moet er wel een onderen. Stadig verzet er een poortje. Het tafeltje begint nog meer te wiebelen. Tafeltje. En de kruk, hek. Hey, dan verzet er het orenpoortje. Hey, Professor Snoort gaat heen en weer. Hoe zal dit komen? Hij zal van de kruk op het tafeltje stappen, maar dan schoot de kruk onder hem waai. De hele toer ploft tel naar de professor. Daar lijkt het dan. Heel onder de tafel en de stoel. De boeken binnen aan de kamer die zitten. Maar hoe is het maar de professor? Mijn poortje. Het zit hier om de briek. Ik kan er net iets meer op steken. Stomme kost. Stomme kruk, stomme tafel. Vetse Fieter rent door de gang. In een bloot ze steen. Waarop hij van au? Het koevel uit de kamer van de professor komen. Zou er wat wijzen? Gauw docht ze de door iepen. Ze schudt het dadelijks. Dat liep het net best. Het poortje van de professor laat de saan nu weer heen. Stil maar, professor, stil maar. Ik denk dat het poortje stikken is. Net aankomen en er ek net op steken. Ik zal dadelijk de dokter bellen. Dokter. Fetsie had even letter de dokter voor de telefoon. Die zei dat ze maar gauw naar het ziekenhuis komen moeten. Dat is het beste voor de professor. Even letter komt de ziekenauto met het blauwe zwaailucht om en stopt het voor de beste boot. Fetsie gaat mij naar het ziekenhuis. Ze had een witte skelk voor. Krijgt een echte verpleegster. Fetsie, ik ben een beetje bang. Ik ga nog nooit in een ziekenhuis geweest. Stil maar, professor. Huh? Zal ik jouw vapoortje vasthouden? Dat helpt vast. Doe dat maar. Net aan de oren best vertellen je dat ik een beetje bang ben. Fetsie? Dat belooft Fetsie. Ze binnen bij het ziekenhuis. Hastig rieden ze de professor door de lange gangen. Fetsie bloot bij hem. Ze denken dat ze een verpleegster is. De dokter zucht naar zijn zere poortje en vraagt hoe de professor dat kregen had. Ik ben van een kruk vallen, Nessa. De dokter schorthollet.
zo'n domme professor ek. Het pootje maakt op een foto. Dan kan de dokter zien als het stikken is. Vind je nog dat zeer? Zo'n foto bedoel ik? Nee, ja, professor, daar ben ik beneerd van. Oh. Het zere pootje komt onder een apparaat. Ze maakt je foto's van de voorkant en van de zijkant en van de achterkant. Nee, dat niet zeer. Het hele pootje komt op een foto. En dan maken ze wachten. Als de foto's klaar binnen, moet professor Snoort ze zien. Hij wordt lelijk. Wil alle pootje nog een ta? Dat is mijn pootje net. Dat zijn alleen maar bonkjes. Ze zult mijn pootje er net uitvetsen. Wat zijn we nou blij? Stil, professor. Een beetje kalm, ja. Zou dat net het pootje van de professor wezen? Moet maar wezen.